Vandaag in Wegmisbruikers komen deze motormuizen rechts voorbij gezeild. Moet ik toch hem inderdaad wel even open? Ja, we hebben 175 gemeten. Daar gaan er nog 6 vanaf. Gaat deze bellende bestuurder haar tentamens niet meer halen? Je mag even volgen. Ja, het ziet je. Mooi, hè? Oh, meis toch, ja. En hebben de surveillanten hun handen vol aan deze Haagse Harry. Trekfilm. Ja! Yeah. Hey, hotzee! Een nieuwe batterij, of niet? Hey. Ja. Nou, op zo. Nou, kap, hè. Als van je auto is ontzet, kan je sturen tot je een ons weegt, maar het zijn de achterwielen die uiteindelijk bepalen waar je heen gaat. De bestuurder van deze Volkswagen Golf rijdt ook een scheve schaats, want ze heeft onlangs een aanrijding gehad, waardoor de linker achterwiel scheef onder het chassis staat. Welke gevolgen dat allemaal heeft, dat zien we bij Lopik op de N210. Surveillanten Theo en Raymond rijden achter een Volkswagen Golf die niet helemaal lijkt te sporen. Ja, dan zo over de weg heen volgens mij. En touwtje mee? Ik kan zo uitmeten. Nou, alleen als je aan die kant zit, denk ik. Dan ga ik jou even in positie brengen, moet je kijken. Het lijkt erop dat de voorwielen niet helemaal gelijk staan ten opzichte van het linker achterwiel. Betekent dat er misschien een spoorverbreder achter zit nog? Links voor misschien, ja. Of die achteras zit er scheef onder. Dan gaat de achteras de voorkant sturen. Dan zullen die dames even aan de kant zitten, dus even naar die auto kijken. Dat lijkt ons een goed plan, want het ziet er niet erg veilig uit. Goedemiddag, Theo Gorten, Verkeerspolitie Utrecht. Hallo. Team Video Surveillance. We hebben u aan de kant gezet, omdat we denken dat de auto niet uitgelijnd loopt. Het lijkt wel of de achterkant de voorkant voorbij wil komen. Zeker aan die kant? Ja. Ja, er is tegenaan gezeten. Er heeft iemand tegenaan, die heeft achteruit geparkeerd. Ja. Tenminste, deze auto stond geparkeerd en iemand is er achteruit ingereden. Ja. En die is weggereden. Dus die kant, dat kan kloppen, die kan niet, maar je moet maar niet zulke dingen gaan vertellen, want dat weet je dus absoluut niet. Die auto is van mijn vriend. Ja. Dus maar daar is tegenaan gezeten, dus dat dat misschien niet goed is, dat kan kloppen. Ik denk dat de achteras er nou scheef onder zit. Ja, dat klopt. De wiel zat er niet goed op. Ja, maar daar moet je niet mee blijven rijden. Nou, mijn schoonvader, die is automonteur, en ja? Die zegt dat het gewoon gaat nog. Ja, maar betaalt hij dan ook de banden? Ja, dat bedoel ik. Want kijk, als een auto uitgelijnd is, want dan loopt die mooi rechtuit. Ja. En nou, ze zeggen wel eens als een hondje. Weet je wat, je gaat bijna dwars over, sterk overdreven, maar je gaat dwars over de weg heen. Oké. Ja, dus je stuurwiel zal ook niet recht staan. Nee, klopt. Die staat in zo. Ja, zo ja. Want nu ga je dus met de vooras, met je voorwielen, ja. Ga je de foute sporing van de achteras... Ga je opheffen? Hier kun je het wel zien. Hij komt naar buiten, hij is iets gekeerd. Dan moet je echt onder de auto, moet je op de brug als het ware, om te zeggen van... kun je zien precies wat er aan ontzet is. Ja, kijk, ze hebben die hier tegenaan gezeten. We zijn bezig met waarborgfonds, want ze zijn gewoon weggereden. Ja. Maar hij is al bijgesteld. Ja, wat is bijgesteld? De carrosserie. Ja, dat... Dit is de carrosserie. Die is bijgesteld, maar het wiel zelf niet. Nee, ja, het wiel, hij is volgens mij, als ik het goed zeg, iets is die as is iets veranderd. Ja, maar niet genoeg. Ik heb daar geen verstand van. Nee, ik neem het jou niet kwalijk. Maar dat kan je zien als je achter mij rijdt. Ja. Dat, en je kan het nog later zien ook. Dit is vanuit Lopik, zeg maar. Dan rijden we met je mee. Dan valt ons op dat... dit wiel als het ware er gewoon anders onder zit dan het rechterachterwiel. Vandaar dat jullie zeg maar ook een stukje naar de bijl gingen, of niet? Om te kijken. Ja, nee, ik denk, is wat een mooie auto. Dat is mooi, hè? Kijk, ja, dat is echt een mooie auto. En wat spoort hij goed, hè, die auto achter je. Maar je kan denk ik al, ja, misschien dat je het onder het rijden niet zo heel erg merkt. Nee, ik merk niet dat ik zo ga. Maar het is in ieder geval zo dat je linkerachterwiel staat er gewoon heel anders onder. Omdat hij die tik heeft gehad. Het is niet alleen je carrosserie die beschadigd is, zeg maar, tijdens die aanrijding. Mm-hmm. Maar je wiel is gewoon ontzet. En omdat hij nou... nou, scheef, hij is dronken dan. Hij staat er scheef onder. Ietsje scheef onder. En daardoor zullen je banden verkeerd afslijten.
Hij rijdt dus niet optimaal. Ik denk dat je hem gewoon even na moet kijken. Ja, nee, ik rijd gelijk even naar Stolwijk toe. Daar werkt hij. Dus dat is 20 minuutje. Dus ik rijd gelijk even door. Ik ga gelijk doorrijden. Als je zo meteen weggaat, daar waar het autootje uitkomt. Als je daar rechtsaf gaat. En dan weer de eerste rechts. En weer de eerste rechts. Dan kom je hier achter het straatje waar die vrachtauto nu in draait. Kom je eruit. En dan kan je zo weer de rotonde op. Woon hier. Oh. Komt goed. Oké. Okay. Ja? Ja, bedankt. Succes. Ja, goeie reis. Bedankt. Doei. Succes ermee. En laat de boel even nakijken, want als de achteras scheef onder je auto staat, slijten niet alleen de banden sneller dan de bedoeling is, maar kunnen er ook gevaarlijke situaties ontstaan. Van Utrecht gaan we naar de collega's van de regio Haaglanden bij Leiden op de Rijksweg A4. Surviante Marco en Robert zitten achter de bestuurder van een Chrysler 300C die de vaart er stevig in heeft zitten. Kijk, hij rijdt nog steeds meer gas, joh. Inderdaad, en niet te zuinig ook. De surveillanten gaan er dan ook achteraan en starten een trajectmeting. De meting loopt weer, hoor. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, dan laat ik hem nog even mee. De trajectmeting komt uit op een gemiddelde snelheid van 177 km per uur. Alle reden om deze snelheidsduivel staande te houden. Volg achteraan aan. Robert spreekt de bestuurder aan op zijn veel te hoge snelheid. Dag meneer, goedenavond. Mijn naam is Aaltink, team video surveillance. Ken je het programma? Ja? Het volgende. Ik weet het. Dan weet u ook dat wij bij een snelheidsoverschrijding van 50 km of meer verplicht zijn het rijbewijs in te vorderen. Dat verbaast me. Ik heb jullie al er wel in mijn voor- en in mijn daarna in mijn achter. Ja. Ik probeer altijd onder de 50 km te blijven. Nou, we hebben daar ook videobeelden van gemaakt. Ja. Die wil ik u dan heel graag even laten zien. Dag meneer, goedenavond. Marco Scherpenis, goedenavond. Meneer, mijn collega zal het u wel verteld hebben dat de snelheid wat aan de hoge kant was. Dat bent u. En dan mag u daar 120. En dan gaat het wel. Dan ga ik naar de 160. Dan gaat het wel heel hard. Ja, ik probeer rond die 50 km maximaal als ik deze auto meeneem. Die rijden bijna niet. Oké. Okay. Dus, het is een heerlijke auto. Maar dan komen we aan 177. Maar goed. Dat is dan een gemiddelde? Dat is een gemiddelde, ja. Okay. Ja. Nou, dat is te hard. Ja. Dat is een probleem. Ja. Dat is dan het verhaal. Oké. Okay. Heeft u aan ons nog vragen? Ik ben gewoon gepakt. Het reed heerlijk en ik reed echt lekker met jullie mee. Het zag er stabiel uit in ieder geval. Het is wel een mooie auto. En een snelle bovendien. Alle reden dan ook om de meter goed in de gaten te houden. De bijrijder neemt het stuur over en de officier van justitie bepaalt hoe lang de man zijn rijbewijs uiteindelijk kwijt is. En van deze snelheidsduivel gaan we naar de regio Gelderland-Midden bij Arnhem op de Rijksweg A12. Marcel en Michel zitten achter een klever. Dat is ook een goeie trouwens. We zitten tussen. Wat ga ik uit op een stokje? Is het niet veel tussen? Inderdaad, als het 3 meter is, dan is het veel. Tussen de 100 en 120 zat hij, onderlinge afstand. 3 meter. Meting loopt. Onderlinge afstand blijft gelijk. Dan mag hij iets uitlopen. 10 seconden. Snelheid terug. Oké. 135. Hij gaat al naar duiven. Hij is lekker om die vrachtwagen heen hoeken. Dat is ook echt een geweldige actie. Hij gaat al spontaan, dat denk ik zo. Nou, dat komt mooi uit, want zo kunnen de surveillanten meteen het gesprek aangaan. De bestuurder krijgt een stopteken. Ik zat maar af, hè? Ja, hi. Ik zag het al. Marcel de Jong. Ja. Wat zag je al dan? Ja, ik zag gewoon dat jullie waren. Herken je ons? Ja. Of zag je de camera? Ja, ik zag het ook. Oké. Hey, en weet je waarom je hem aan de kant zetten? Ja? Kleven. Ja? Ja, kleven. Waarom doe je dat dan? Ja, weet ik niet. Die meneer, ik weet niet. Ik zat gewoon even niet op te letten. Nee, we hebben daarna je snelheid nog even gemeten. En de hele rijstijl, ook bij zeg maar, de afslag duiven. Ja, ik zat. Het lijkt of je eraf wil en dan toch ineens maar weer niets. Nee. We hebben de beelden van gemaakt, die mag je even zien. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Hey. Jans is de naam. We gaan even videobeelden bekijken. Hier rij je al voor ons.
Dan zien we al dat je er kort op zit. Ja. 120. Ja, nou goed, als hij het gas al loslaat, zit je er al op. Ja. Want hoe lang heb je je rijbewijs? 2 jaar. Ja, beginnen besturen. Ja, wel heel veel. Ja, maar goed, je bent beginnen besturen. Ja. Nou, je gaat gas geven. Ja. Komt hier de gemiddelde snelheid. Zo. Dan gaat er nog correctie vanaf. Ik stel voor dat we het bij 1 bekeuring houden. Dan weer de snelheid schenken. Ja. Afschriftje, die krijg je even mee. Ja. Nou ja, ik zou zeggen, plak hem voor in je auto en als een geheugensteun. Ja. Dat hoeft niet op te zijn. Nee. Bedankt in ieder geval. Doe rustig aan. Zorg dat je er komt. Goed weekend. Van hetzelfde. De bekeuring voor het bumperkleven is ongeveer de hoogste die de politie kan uitreiken. Deze man moet rekening houden met enkele honderden euro's. Straks gaat deze bellende bestuurder haar tentamens niet meer halen. Je mag even volgen. Ja, ik zie het, ja. Mooi, hè? Oh, meis toch, ja. Ja. Straks gaat deze bellende bestuurder haar tentamens niet meer halen. Je mag even volgen. Ja, ik zie het, ja. Mooi, hè? Oh, meis toch, ja. Als je net je koffers hebt gepakt om er een paar weken lekker tussenuit te gaan, dan verwacht je natuurlijk niet dat je je zuurverdiende vakantiegeld al aan de voorkant mag inleveren. Toch maakt deze Citroën-bestuurder het er zelf naar, want hij rijdt met zijn sleurhut pontificaal door het rode verkeerslicht. En dat is geen goed begin van de vakantie, zoals we zien in Utrecht op de Albert Schweitzerdreef. Surveillante Theo en Willem zitten achter een Citroën-bestuurder die met zijn caravan vol door het rode verkeerslicht rijdt. Ah joh! Die meneer die negeert behoorlijk het rode verkeerslicht. Dat is niet de bedoeling, terwijl er een paar kindertjes staan klaar om over te steken. Dat is een bijkomende gevaarsfactor. Dan gaan we deze meneer even een volgteken geven. Ik wil me even voorstellen, Theo Gort, de verkeerspolitie Utrecht, team videosurveillance. Maar we rijden op de Albers Schweitzerdreef en dan komen we op de rotonde. En er staan 4 of 5 kindertjes met een fiets in de hand bij de oversteeklichten. Ja, ik zag ze. En dan wordt het geel. Ja. We zien geen stoplichten van de caravan. Nee. Dan wordt het rood. Klopt. En dan bent u nog een meter of 4, 5 van de stopstreep vandaan. Dan rijdt u gewoon door. Ja, u heeft helemaal gelijk. En dat is het probleem. Ja. Ik zal u ook uitleggen waarom ik het deed. Het was een onverantwoorde daad van mij, dat sowieso. Maar ik rijd met de caravan, die komt van een snelheid van 70. En ik ging terug naar 50 ongeveer. Ja. En het licht was nog steeds groen. Ik denk, ja, het gaat goed. Toen die op geel ging, durfde ik met mijn caravan erachter niet keihard op de rem te trekken. Ik durfde het gewoon niet. Ik zag het. Ik denk, nou, er is nog ruimte genoeg. Het was trouwens wel heel kort geel. Ja, dat zei jij toen. Ja. 2 seconden. Het is kort geel. Ja, dus, maar die andere, waar we net afkomen, die duurt veel langer. Ja, maar die komt ook, want die komt van de snelweg af. Daar is de snelheid ook hoger. Ja. Oh. Binnen de bebouwde kom is 2 seconden geel. Ja. Oh, dat is goed gezien. Ja, als u 50 km per uur rijdt, legt u 17 meter per seconde af. Ja. Maar ik durf dat houdt dus in. Ik durf het niet te doen. Nee, maar dat houdt in. Op het moment dat u het geel ziet worden, heeft ze nog 2 seconden de tijd om tot stilstand te komen. We rijden er nog maar net mee. We hebben net opgehaald. Ja, dus ik ben aan de andere. U heeft helemaal gelijk, maar... Maar er wordt ook verbaal op gemaakt. Ja, u krijgt er ook een bekeuring voor, hoor. Ja, dank wel. Nou, het gaat goed, hè? Dat de toon zet voor de rest van de vakantie. Nou... U krijgt tussen nu en een aantal weken een accept gyrocard thuis in de bus. Maar we gaan maandag voor 3 maanden weg. Wat doen we dat? Eventjes iemand in het gezin. Want dus ik neem aan dat er wel iemand bij u thuis in de post of wat dan ook. Wordt opgehaald in de post. 3 maanden opgeschot. Ja. Ik kan het nu ook betalen, maar ik weet niet of dat kan. Ik weet niet of u contant geld bij u heeft. Ja. Dan krijgt u van mij een bewijs dat u betaald heeft. Ja, en dan stort ik het af. Stort het dan? Ja, en dan... Hmm? 150 euro. En dan krijgt u met de post, stuur ik u dan een officieel receptje toe. Juist. En dat komt dan vanzelf bij u terecht. Okay. Dit is dezelfde ja. Als die u net gehad heeft. Ja. Alleen hier staat dan op dat hij voldaan is. Okay. Krijgt u met de post krijgt u nog
gestempeld exemplaar. Ja, dank u wel. Een gestempeld exemplaar toegestuurd. Prettige vakantie, doe voorzichtig en rustig aan. Ja? Oké. Okay. Theo is de beroerdste niet en helpt de vakantiegangers weer op weg. Een leuk begin van de trip is het niet. Maar ja, dan moet je maar tijdig in de remmen als het verkeerslicht op oranje springt. De bekeuring bedraagt €150. We gaan door naar de regio Haaglanden bij Voorburg op de Rijksweg A4. Surveillanten Marco en Robert worden gepasseerd door een Suzuki en een Ducati. Meting loopt. Het ziet eruit dat deze heren er wel zin in hebben, want het gas gaat er stevig op. Laten lopen. Kijk eens. 138 een stuk. Meting loopt weer. Ja, dan moeten ze doortrekken, de mannen. Ja, en dat doen ze dan ook. 162, 72. 176. 187. Ga over deze heen, hoor. Ja, 175. Ja, zet maar aan. Deze motormuis krijgt een volgteken en hetzelfde geldt voor zijn maatje. Hallo. Op de splitsing van de A4 naar de, wat is het, A12. Ja. Daar komen jullie achter ons aan. Ja, op de A4 al, net voor het Kluisplein, zitten jullie achter ons. Dan gaan jullie voorbij en dan gaat de snelheid een klein beetje omhoog. Dan gaan we hier de A12 op en dan doen we een aantal metingen. En op de laatste meting doen we bij u. En dan komen we aan 175 km per uur. 175? Ja. Dat valt nog mee, hoor. Nou, ik moet zeggen dat ik inderdaad wel, dat ik hem wel even open heb. Ja. Maar ik heb eigenlijk... Ja, u allebei. En ja. Later hebben we u even gelaten voor wat het was. Dan zijn we verder gegaan met u, zeg maar. En daar vandaan dat we ook over u heen kwamen op het laatste moment. Ja. Ja, goed. Ik trok hem inderdaad wel even open. Ja, ja. We hebben 175 gemeten. Daar gaan er nog 6 vanaf. Dat betekent dat we op 169 komen. En dan hebben we 49 kilometer snelheidsoverschrijding. Wij vorderen in vanaf 50 kilometer en harder. Dus ik denk dat u net wat geluk heeft gehad. U mag uw rijbewijs behouden, maar een procesverbaal krijgt u wel. Ja? We hebben nog even de beelden teruggekeken. We hebben een aantal metingen verricht. We hebben ook een meting verricht op het stukje waar de A13 overgaat naar de A12. Dat is net voor het Prins Klausplein. Dan komt u ons rechts voorbij. Dan starten we de meting op het moment dat u ons rechts voorbij komt. Ja. Rechts van de blokmarkering, dus dat mag. En dan komen we daar uit op 138. En daarvoor wordt deze motorrijder dan ook bekeurd. Ah, en daar hebben we de plaatselijke kermisvereniging. Alsjeblieft. Dankjewel. 120, 169, 175. Dat blijft hetzelfde. Dat wordt bepaald door de officier van justitie. Mm-hmm. En ja, wat ik u al liet zien, dat hoeft niet, maar het kan wel. Nou, oké. Duidelijk verhaal. Toch nog een prettige dag. Dankjewel, hetzelfde. Tot ziens. Hey, rustig aan. Tot ziens. Yes? Oké. De Ducati-rijder komt goed weg omdat de surveillanten hem alleen bij de eerste meting hebben kunnen klokken op 138 km per uur. En dat komt neer op een bekeuring van €207. Maar ook de Suzuki-rijder kruipt door het oog van de naald, want hij mag zijn rijbewijs op 1 kilometer na behouden. In zijn geval bepaalt de officier van justitie de hoogte van de boete. Koos, in ons programma worden heel regelmatig mensen staande gehouden omdat ze verkeersregels overtreden. Maar nou maakt de politie zich daar zelf ook schuldig aan. Hè? Tot hoever mag die politie daar eigenlijk in gaan? Ja, kijk, de politie heeft een ontheffing van de minister van Verkeer en Waterstaat om in ieder geval een aantal regels van het RVV te overtreden als dat nodig is. En de politie moet nogal eens ergens met spoed ergens naartoe. Dus dan mag de politie harder rijden en bijvoorbeeld door rood licht rijden als dat echt nodig is. Maar de politie moet ook alweer zorgen dat ze de veiligheid op de weg niet in gevaar brengen. Nou heb ik begrepen dat sommige burgers klagen over de rijstijl van de politie. Kan je er iets meer over vertellen? Ja, er komen bij de politie klachten binnen over de rijstijl van de politie. Vorig jaar zijn bijvoorbeeld bij het Korps Landelijke Politiedienst 71 klachten binnengekomen. Een aantal daarvan zijn telefonisch afgehandeld. Maar toch hebben 30 mensen nog een schriftelijke klacht ingediend. En waar wordt dan met name over geklaagd? Nou, er wordt geklaagd dat de politie te snel rijdt. Dat de politie hard rijdt en bijvoorbeeld door rood licht rijdt als ze
geen toeters en bellen aan hebben. Er wordt geklaagd over het feit dat de politie te snel over de vluchtstrook rijdt. En ja, zo zijn er nog een heleboel andere dingen waar mensen over willen klagen. Maar hebben die mensen niet een klein beetje gelijk? Nou, op grond van die ontheffing van de minister mag de politie dus een aantal regels overtreden. Maar wat in de praktijk blijkt is dat de mensen over het algemeen niet goed weten waar de politie mee bezig is. Als hier bijvoorbeeld ergens wordt ingebroken in een woning, dan zal de alarmcentrale tegen die politieauto zeggen, gaat u daar met spoed naartoe, maar zonder lawaai. Dus dat betekent geen sirene, geen zwaailichten. Want anders is die inbreker al weg, voordat je bij de woning bent. Nou, dat snap ik heel goed, maar feit blijft wel dat er geklaagd wordt. Wat doet de politie met die klachten? Nou, KPD is nu net een actie gestart. En die nodigt sommige klagers uit om eens een keer een dagje mee te gaan met de politie. Om te kijken wat nu eigenlijk het werk is van de politie. En op die manier wat meer begrip te kweken. En werkt die actie? Nou, die actie is pas gestart. Er zijn inmiddels 2 mensen met de politie mee geweest. En een van de 2 die was zo enthousiast, die wil zelf ook graag bij de politie. Het duurt hooguit een maandje of 2 voordat het motorseizoen weer is afgelopen en de buikschuivers in de stalling mogen. Dus voor zolang het duurt moet je het er als motorrijder nog maar even goed van nemen. En dat is dan ook precies wat deze Suzuki-rijder doet, want er staat een lekker zonnetje in de polder, er is ruimte op de weg, dus gaan we nog 1 keertje los. Alleen jammer dat de Groningse surveillanten net achter hem rijden, zoals we zien bij Uithuizen op de N363. Sofiante Johan en Tiede zitten achter de bestuurder van een Suzuki-motor die veel te snel door de bebouwde kom rijdt. 30. En ook daar houdt de motorrijder zich niet aan de snelheid. 54. 51. 31. Geen richting. En eenmaal buiten de bebouwde kom van Uithuizen zijn er geen belemmeringen meer om het gas stevig open te trekken. Nou ja, een enkel autootje misschien. Maar die laat de motormuis al snel achter zich, want een bocht als deze, die laat je natuurlijk niet liggen. Laten we meting. Meting nog. Ja. De motorrijder waant zich kennelijk onaantastbaar en dreigt al uit het zicht te verdwijnen. De trajectmeting komt ondertussen uit op een gemiddelde snelheid van 132. Nieuwe, 60 kilometer gebieden. Even afstand gelijk over, ja. De meting loopt. Het zijn allemaal hele korte stukjes die je nou gaat rijden. Binnen de bebouwde kom komt de trajectmeting uit op een gemiddelde snelheid van... Toch 84 gemiddeld binnen de bebouwde kom. We zijn er bij de kant in. Ja. Zij kan laten zien dat we hem hebben afstand. Ja. Goedemorgen, meneer. Hallo, we zijn van de politie. We hebben wat opnames gemaakt van uw rijgedrag. Ja. En dat, ja, daar hebben we toch wel wat opmerkingen over. Oh, dat zou kunnen. Ik heb 2 auto's geloof ik in het dorp ingehaald. Ja, oké. Okay. En ook uw snelheid was wel wat hoog. Als u even meeloopt, kunnen we er even kijken, ja, bekijken op de camera. Dan kunnen we even tekst en uitleg geven. Goeiedag. Goedemorgen. Johan Koets. Kijk, hier rechtsonder staat steeds onze snelheid. Dus ik geloof het. Niet iedere keer. Ik zie het programma vaak, dus... Oké. Dus kijk, daar gaat ja. U. Ja. Ja, ik ben inderdaad een kilometer 80 door. 70, 80 heb ik wel gereden. Ja, met al die zijstraten. Ja, bij de zijstraat ben ik in de Ankers gegaan. Want ik kom van dorp, dus ik, ja. Ik ken het plaatsje, ken ik. Ja, en hier rijdt u er 30 kilometer zo in, hè? 30? Of is dat nog verder? Nee, kijk, hier, 30. Ja, oh, hier is 30, ja. Oh, ja. Ja, 30 links. Nou, daar ga ik ook rustiger... Ja, ik weet, ik rijd nog te hard, maar ja, ik kan een stuk zeggen, rustiger rijden. Rustiger, maar u rijdt nog wel steeds over de 50. Ja. Maar dan gaat u eromheen. Ja, klopt. Richting aangeven doet u weinig of niet bij het inhalen. Ja. U ziet uw kans en dan bent u er ook in 1 keer omheen. Ja. Nou, dan beginnen we nu de snelheidsmeting te doen. Ja. Ziet u wel? Ja, ik kan er niet omheen. Dus het is echt niet dat we bij u komen. Dan komt er een gemiddelde van 132 uit. Nou kijk, dan gaan we hier 50 kilometer gebied in. En dan zakt u wel iets af. Maar het is toch wel bijna overal 30 plus wat u te snel rijdt? 100%. En u hangt er tegenaan wat betreft een rijbewijs. Ik denk dat ik een rijbewijs in voor. Niet met zes eraf komen. Nee, dat denk ik ook niet. Maar u houdt in ieder geval nog wel uw rijbewijs. Dat scheelt dan. Maar het hangt er wel tegen aan. Ja, ik zie het. Ja? Ja. Ik heb u genoeg laten zien? Ja, nee, natuurlijk. 100%. Nou, blijf rustig zitten. Dan zet mijn collega de rest even voor u op papier. En dan kijk je daar in het programma en dan komen we er nog niet terecht. Ja, nou ja, bewust of onbewust overkomt het u wel. Ja.
Ja. Even kijken. Snelheid 132. Ik ga 5 kilometer correctie af. Kom je uit op 127. Ja, en voor de verklaring moet ik even zeggen dat u niet door een antwoorden verplicht bent. Nee, ik weet het. Wat, is, wat voor verklaring hebt u voor... Mooi weer, zonnetje en een keer los. Ja, niet echt, ja. Nee, geen verklaring. Hoor, stom. Ja, oké. Okay. Nou, dan noteer ik dat even. Stom met grote uitroeptekens. Ja. Dit is de Bondi, de kassarol, die is voor u. Zoals u zult zien, staat daar geen, ja, staat er geen bedrag op. De officier van justitie die bepaalt de hoogte van de boete. En over een aantal weken krijgt u een actie. Ik ben er maar voor. Nou. Ik heb 3 jaar geleden geloof ik één gehad. En dat was inderdaad 42 graden. Goeie reis. Oké. Het beste en goede reis verder. Hoewel de motorrijder wel vaker over de schreef ging, wordt hij alleen bekeurd voor zijn snelheid binnen de 80 kilometer zone. We gaan door naar de regio Gelderland-Midden bij Arnhem op het Velperbroek-circuit. Surveillant Michel en Erwin zien in hun spiegel de bestuurder van een Ford Mondeo naderen. Die gaat de rood en is RN50. Ja, dit is wat je noemt een heterdaadje. Deze bestuurder is dan ook sowieso aan de beurt. Gelijk aanzetten? Ja, laten we dat maar doen. De bestuurder krijgt een stopteken en Michel spreekt hem aan. Goedenavond, heer. Heren, politie. Verkeershandhavingsteam. Als u even de motor uit wil zetten. Wapen. De reden dat wij u meenemen... Roodrijden. ...is het rode lichtje inderdaad, op het Velperbroek-circuit. Ja, ik zei... Ja. En daar krijgt u een bekeuring voor. Is het rijbewijs voor mij? Ja, dank u wel. Maar 3 seconden later was hij groen, of niet? Ja. Maar op dat moment zeker niet. Kentekken. Dank u wel. Mijn collega die neemt even een blaastestje met u af. Je hebt het al eens vaker geblazen? Ja. Oké, even diep inademen en stevig uitblazen alsjeblieft. Blazen, blazen, blazen. Ja hoor, dank u wel. En wat is de score, Erwin? En een peetje. Keurig, dank u wel. Ik ben ook weer ingewezen aan al een achteraf-testspiegel dat ik als de groep. Sorry, dat laatste verstond ik niet. Op het moment dat ik te groot reed, zou ik dan maar een spiegel dat alles gelijk doorreed. Dus ja. Als je iets aanhoudt, dan is het wel goed. Als je daar gewoon afremt, inderdaad, net zoals de rest allemaal, dan gebeuren er ook geen ongelukken als je niet door rood rijdt. Dat is waar. Tenminste, als de rest ook niet door rood rijdt. Hoe zit het erin, 150? 150, ja. Nee. Krijgt hem vanzelf thuis gestuurd. Ja. Yes? Goed. Doe voorzichtig aan in ieder geval. Ja. Hetzelfde. Dag. Als je 4 seconden had gewacht, dan was er niets aan de hand geweest. Maar rood is rood en die bekeuring bedraagt €150. Eén ding is zeker, de bestuurder heeft in ieder geval niet te veel gedronken. Koos, helaas komen we in ons programma nog regelmatig beschonken bestuurders tegen. Maar dan heb ik begrepen dat de justitie een middel gaat inzetten om hen een halt toe te roepen. Kan je er iets meer over vertellen? Ja, die doelt waarschijnlijk op zogenaamde alcoholslot. Dat is een apparaat dat wordt in een voertuig ingebouwd. Dat werkt als een startonderbreker. Dat betekent dat de bestuurder moet eerst blazen. En als de alcoholpromillage in zijn bloed te hoog is, dat is waarschijnlijk boven de 0,2, want dat wordt de grens zoals er nu in het wetsvoorstel staat, dan start de auto gewoon niet. En wie komt er voor zo'n alcoholslot in aanmerking? Nou, dat worden in de toekomst waarschijnlijk de mensen die door de politie zijn aangehouden omdat ze een alcoholpromillage in het bloed hadden van tussen de 1,3 en de 2,1. En bij beginnende bestuurders zal die grens wat lager liggen. Dat is een alcoholpromillage tussen de 1 en 1,8. Kom je ooit van zo'n alcoholslot af? De bedoeling is dat in principe voor 2 jaar wordt ingebouwd in je auto. En als je die 2 jaar je goed gedraagt, dan zal het na 2 jaar eruit gehaald worden. Gedraag je niet goed, blijkt er toch onregelmatigheden te zijn, dan is de mogelijkheid om het te verlengen. Is zo'n alcoholslot niet heel fraudegevoelig? Je kan toch even iemand anders laten blazen of een auto lenen of huren? Nee, dat is allemaal niet zo makkelijk. Kijk, er wordt natuurlijk wel nagegaan. Er worden intakegesprekken gehouden. En er wordt natuurlijk wel nagegaan hoeveel kilometer je ongeveer per jaar rijdt. En als je ineens met een auto met een alcoholslot maar de helft rijdt van wat je vroeger reed, dan is er natuurlijk al een bepaalde argwaan. Verder heeft het ook geen zin om iemand te laten blazen voordat je instapt. Want het kan best zijn dat die auto na 10 minuten al zegt, u moet nu een parkeerplaats opzoeken, want over 5 minuten moet u weer blazen. En dus je krijgt op onregelmatige tijdstippen tijdens de rit, kan je de opdracht krijgen om weer te blazen. En als je met de zaak fraudeert, dus je probeert het onklaar te maken of dat het niet meer goed werkt, dan moet je er wel op rekenen dat je rijbewijs gewoon kwijt bent. Want het alternatief is namelijk dat het rijbewijs ongeldig wordt verklaard. En wanneer kunnen wij dat alcoholslot in Nederland verwachten? Nou, het wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. De verwachting is dat het in het najaar van 2010 het wordt ingevoerd. We rijden mee met regio Utrecht bij Zeist op de N237.
Surveillanten Ben en Raymond worden ingehaald door de bestuurder van een Polo die mobiel zit te bellen achter het stuur. Althans, zo lijkt het. Ik kan het niet zien. Ik heb nog geen telefoon gezien. Nou, ga er eens voorbij. Ja, ja. Bellen. Ja, zit te bellen. Ja hoor, daar is geen twijfel over mogelijk. Ja. Het is duidelijk dat deze jonge dame uitgebreid zit te kleppen en ze kan dan ook een fikse bekeuring tegemoet zien. Je mag even volgen. Ja, ik zie het, ja. Mooi, hè? Nee, ik moet naar school en ik heb nog op de tafel en ik moest echt gauw bellen. Oh, meis toch, ja. Ja, rot. Maar je gaat toch even mee? Nee, ga maar volgen. Ja hoor, rijd er maar gewoon achteraan, dan komt het echt helemaal goed. Hallo. Ga me even voorstellen, ben Bekker, regionale verkeersdienst. Video team Utrecht. Ja. Ja? Ja. Hebben we geconstateerd dat hij in bellen was? Ja, dat klopt. Ja, ik zag het. Ja? Ik moest zo op de school doen. Ik vind de camera leuk. Maar ik moet heel veel school doen. En ik moest kijken of ik op tijd was. En dames en drukte. Ga eventjes bellen, want ik zit in de auto. Ja, oké. Okay. Heel stom, ik weet het. Ja, maar ik had er gelijk op gehad. We constateren twee dingen. Je rijdt 100, waar je 80 mag. Geëikt. Dus dan rijd jouw teller nog iets harder. En je bent aan het bellen. Dan krijg je voor de snelheid een waarschuwing, maar voor het bellen... dan ga je een bekeuring voor krijgen. Heb je rijbewijs bij je? Nee, voor mij niet. Ik heb alleen mijn sporttas bij me. Ik heb geen sporttas bij me. Ja. Dan weet je wat dan de gevolgen zijn? U kunt het opzoeken. Wat kan ik opzoeken? Dat ik mijn rijbewijs heb en alles. Ja, maar je moet je kunnen legitimeren. Ja, dat is waar. En dat kun je dus helemaal niet. Is er iemand die je rijbewijs hier naartoe kan brengen? Nee, de vader heeft de auto mee. De vader heeft de auto mee? Ja. Dus het gaat helemaal niet goed nu, hè? Het zijn al drie dingen. Oh, alsjeblieft. Ik voel zo gestrest en alles. En, ja. Ja. Nou, blijf maar rustig. Geen paniek, want dat verandert toch niet. Nee, weet ik wel. Maar... de bekeuring voor het bellen gaat in ieder geval door. Ik ga in ieder geval het nodige noteren. Ja, dat is prima. Het merk van de telefoon is? €150 is... Nou, nog één ding afspreken. Je niet gesparen. Ja. Toch? Ja. Hey, dit is de kennisgeving. Ja, dank je wel. Niet sparen. Nee. Sponsors hebben we ook niet nodig. Ook niet? Nee. Ik wel. Ja, dat begrijp ik. Papa en mama even liever aankijken, denk ik. Heb jij nog vragen? Nee. Nee? Nee. Oké, voorzichtig. Een prettige reis. Ja, en succes met je examens. Ja, bedankt. En dan mag deze jonge dame haar weg vervolgen naar het universiteitscomplex De Uithof. De studiefinanciering pakt deze maand ietsje lager uit, want de bekeuring bedraagt maar liefst €150. Straks hebben de surveillanten hun handen vol aan deze Haagse Harry. Trekfilm. Ja! Yeah. Hey, hotzee! Een nieuwe batterij, of niet? Nou kap, hè. Straks hebben de surveillanten hun handen vol aan deze Haagse Harry. Trekfilm. Ja! Yeah. Hey, hotzee! Een nieuwe batterij, of niet? Nou kap, hè. Als je normaal gesproken in een middenklasse rijdt en je hebt plotseling de beschikking over een Audi A8 Quattro met een 3,7 liter motor, dan is het natuurlijk de goden verzoeken en is de kans heel groot dat je harder gaat rijden dan wettelijk is toegestaan. Deze bestuurder is helemaal in de wolken met zijn geleende auto. En tja, met die automatische versnellingsbak gaat het gewoon vanzelf. En hem komen we tegen bij Born op het Gelders Eind. Surveillanten Frans en Wesley zitten achter de bestuurder van een snelle Audi A8 Quattro. Op deze weg geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. Maar deze coureur rijdt, hoeveel Wes? 127. Geen hok, hè? Nee, dat is een hok. De bestuurder krijgt een volgteken en Wesley spreekt hem aan. Dag meneer. Ja, wacht, ik ga even dat ding moet zetten. Ja, dat heb ik nog moet. Kijk aan. Ja, goed gedaan. Lensen Verkeerspolitie. Meneer, de reden voor de staandehouding, de snelheid op het Gelders Eind. Bij de netcar. 19, denk ik. We hebben er beelden van gemaakt. Je kunt je even bij zijn auto komen kijken als je wilt. De snelheid zit er op 143. Wat? Op 100, nee sorry, 143 leeg, 123. 43 te halen, gecorrigeerd. Mooi, niet te nemen. Ja, goed, wacht even.
Maar er zit een leerauto en dan heb ik van Bronnenberg. Bokstoren. Bokstoren, dat ding. Hoi. Hoi, daar is hij. Hoi, aangenaam. Je zit hier onze snelheid die wij rijden. Dan krijg je vrij baanhebbendmeting lopen. Die loopt hier. Dan blijft onze snelheid, blijft na, of de onderlinge afstand, blijft nagenoeg hetzelfde. Kijk hier, zit je op 135, zie je? Dan ga je hier voor de bocht ga je in de remmen een beetje. Mm-hmm. Maar dat is nog altijd met een aanzienlijke snelheid. Ja, ja. En dan zie je dus de gemiddelde snelheid die je gereden hebt. En die wagen is niet voor mij, ja? Nee, dat maakt niet uit. Okay. Nee, die bekeuring wordt op je naam uitgeschreven. Maar ik heb mijn rijbewijs niet bij. Ik reed die andere extra. Nee, dat zou wel meer worden. Je krijgt dit wel van me. Kijk mijn naam. Hoezo wordt mijn rijbewijs niet worden? Nee, maar je zit wel op. Daar gaan er nog vier vanaf. Even kijken. Ja, dag het. En dan zit je boven de 40. De 8. Je mag er maar 80. En dat houdt in tot de officiers gaat buigen over. Heeft tevens nog wat consequenties, want als je dit nou nog een keer gaat doen... Ik heb het nog niet gehad. Nee, oké, okay. Maar als je dit nog een keer gaat doen, dan ben je rijbewijs wel kwijt. Maar lees dat volgt je gewoon een keer door. Er staat alles in wat er... Ik kan hem ook weggooien, want je mag toch niet hard rijden. Nee, oké. Meneer rijdt zo'n auto. Nou staat er echt. Nee, oké, okay, maar ja, goed. Staat er in een caddy. Kun je ook hard mee rijden. Maar hier zitten pepermuntjes en hebben je ook wel lekker. Allee, goed. Dankjewel. Ja, de collega die handelde verder af, mee. U bent in deze niet tot antwoorden verplicht. Wilt u een verklaring afleggen waarom u te hard reed? Het hoeft niet, het mag wel. Meneer Riegens, dan denk. Ja, weet ik niet. Misschien dagelijks, misschien nooit. Nee, nooit. Nooit. Ik weet ook niet, dat ding is automatisch. Het gaat vanzelf. Ja, als je normaal een caddy rijdt, dan ineens... Ja, ineens, het scheelt een paprika, hè? Laat gaan. De meeste, dat is het geeltje. Binnen 6 tot 8 weken krijgt u de actie op Giro thuis. En de officier van justitie die bepaalt de hoogte van de boete. Daar kan ik niks over zeggen. Nee, goed. Is het van de serie? Ja, goed. Dan weet ik hoe het werkt. Maar dan succes. Merci. Oké, hoi. Er zit veel momenten in de tekst gedaan. Super, dankjewel. De officier van justitie bepaalt de hoogte van de boete. Koos, in ons programma komen continu hardrijders tegen. Maar nu horen we steeds vaker dat bestuurders hun snelheid aflezen op hun navigatiesysteem en niet op hun snelheidsmeter. Nu heeft de rechter zich daar onlangs over uitgesproken. Vertel eens. Ja, er is een meneer geweest die heeft tot bezitting geroepen dat hij ten onrechte een bekeuring heeft gekregen, omdat volgens zijn GPS-systeem hij zich wel aan de snelheid heeft gehouden. De rechter heeft dat verweer gepasseerd en heeft de man toch veroordeeld, omdat hij ervan uitging dat het systeem waarmee de snelheid gecontroleerd was gewoon goed was. Toch schijnt dat trajectcontrolesysteem nog wel eens wat te mankeren. Want onlangs zijn er ook 9300 boetes vervallen bij de A12 in Arnhem. Ja. Nou, als een trajectcontrolesysteem wordt neergezet, dan gaat het Nederlands Meetinstituut natuurlijk meten of het in orde is. Als er groot onderhoud wordt gepleegd, dan wordt daarna ook weer het Meetinstituut ingeschakeld om te kijken of het systeem in orde is. Maar er is ook wel eens klein onderhoud. En tijdens kleine onderhoudswerkzaamheden is er een storing opgetreden. En dan is niet meer helemaal duidelijk of nou de exacte snelheden zijn weergegeven. En dan wordt het zeker voor het onzekere genomen. En dan worden die boetes die in die periode zijn uitgedeeld, die worden gewoon weer ingetrokken. Nog even terug naar GPS, dat Global Positioning System. Dat is toch heel erg nauwkeurig. In Afghanistan worden er zelfs precisiebombardementen mee uitgevoerd. Ja, maar dan hebben we het wel over de plaatsbepaling. De plaatsbepaling is ook exact, dat is heel erg nauwkeurig. Maar de snelheid niet. De snelheid loopt soms wat achter bij de beweging van het voertuig. En je ziet dan ook bij het afremmen of bij het optrekken dat die snelheid soms dan net weer wat achterloopt. Dus je kan er wel goed de plaats mee bepalen. Maar wat snelheid betreft moet je altijd slag om de arm houden. Nog even terug naar die rechtszaak. Hè. Is er nou kans dat die uitspraak in hoger beroep wordt vernietigd? Nee, de boete was in dit geval zo gering dat er geen mogelijkheden waren om in hoger beroep te gaan. Dus de man kan niet in hoger beroep. We rijden mee met de regio Haaglanden in Voorburg op de Laan van Nieuw-Oosteinde. Surveillanten Marco en Robert zoeken een helmloze brommerrijder die ze door het rode verkeerslicht zagen rijden. Hij is teruggereden onder het tunneltje door. Dat zag ik, ja, daar staat hij. Hij stapt af. Waar is hij? Hier zo. Daar staat hij. Ik zet hem achter het busje, achter het bushokje. Let op dat hij niet gaat rennen, hè? Marco spreekt de brommerrijder aan. Marco Scherp, minister politie Haaglanden. Daar reed u door rood. Nee, maar ik wil echt niet gefilmd worden. Nee, dat geeft niet. Ze filmen mij. Zet dat ding even op de standaard. Kijk, ik moet alleen wat halen. Zet dat ding even op de standaard. Nee. Heeft u iets bij met uw naam erop? Rijbewijs, legitimatiebewijs? Ja, heb ik. Maar laat eens de camera gaan. Wat zegt u? Laat eens de camera. Nee, die camera gaat niet weg. Hoezo? Die filmen ons in ons werk. Uw rijbewijs, alstublieft. Dat heb ik. Geen rijbewijs.
Bromfietscertificaat. Paspoort. Dat wel. Wat zegt u? Dat wel. U heeft geen bromfietscertificaat of rijbewijs? Nee, dat u niet. Wat zegt u? Boete geven. Wat zegt u? Boete. Geen boete geven. Nee. Waarom niet? Ik heb vorige keer ook... Jullie zijn van wegmisbruikers, of niet? Nee, ik wil uw legitimatie bij eens even zien, alsjeblieft. En dan verschijnt er een dronken man op het toneel. Wat zegt u? Met ons wel? Ja, met u ook? Ja, nou, ik zal even vragen of ze even... Ja. Een trekfilm. Ja! Hey, hotzee! Is dat alles? Ja, nou, je komt toch zeker op tv? Ja. Hier rijdt van de helling, je rijdt door rood. Maar ik zei dat de spullen voor de volgende keer daar zijn. Om die spullen, je moet ze komen halen. Ja, dan kom ik ze halen. Oké. Hey, je hebt wel een rijbewijs of niet? Rot op met de camera dan. We blijven wel even normaal doen. Nee. We blijven gewoon normaal doen. Wat denk je? Dat ze je zou herkennen? Nee, tuurlijk niet, maar... Nee. Ik heb geen waarschuwing gegeven. Nou ja, waarschuwing niet. Nee, waarschuwing doen we niet. 30 seconden op die ding, man. Ja. Weet je waar ik hem vandaan heb? Nee, ik weet het niet. Hierachter. Heb je nog boetes ook staan of niet? Nee. Niks. Op wiens naam staat die scooter? Rudy. Uitzoffer TV. Het kenteken is de 66. Ja. Wil je hem nat? Meneer. Wilt u even daar plaatsnemen alstublieft? Ja. En niet aan mijn collega zitten. Even daar plaatsnemen. Jij die brutaal wordt. Nee, ik ben niet brutaal. Nee. Boksen. Nee hoor. Doe dat maar niet. Hey, kom eens met je camera. Voordat ik hem zeker heb, de naam van een nieuwe batterij, of niet? Op zo, nou kap, weggewezen. Daar naartoe. Ik ga het één keer vriendelijk vragen. Ja. Daar naartoe. Ja. Je moet een grapje uithalen. Ja, ja, nee, maar dat zijn geen grapjes. De grappen eindigen weer. En als ik grappen moet gaan maken, dan gaan we lachen. Ja? Dus nu daar blijven staan en anders dan help ik je even. Ja? Ja? Nou, kom maar. Nee, ik ben altijd vrij duidelijk. Ja, dat mag. Dat maakt me niet uit. Ik ben altijd vrij duidelijk. Daar blijven staan nu. En voor de rest geen grappen meer. We gaan nog even navragen. Ja. Of bent u wel eens eerder gestopt voor de rijders van de rijbewijs? Ja. Ja? Hoe vaak? 20 keer of zo. 20 keer? Ja. Nou, dan gaan we dat even opvragen. Want als het nou de derde keer binnen een jaar is, dan wordt de bromfiets in beslag genomen. En dan blijkt dat deze jongeman inderdaad bekend is bij de politie. Het was de vierde keer dit jaar. Vierde keer al? Ja. Van wie is deze bromfiets? Deze bromfiets is van een echt een goede persoon. Ja. Ik heb hem net even geleend alleen. Ja. Hij weet dat je hem geleend hebt? Nee. Niet? Natuurlijk wel. Dat wel. Ja, dat weet ik niet. Maar die bromfiets gaat met ons mee. Deze jongeman heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en zegt de bromfiets van iemand te hebben geleend. Hij neemt contact op met de rechtmatige eigenaar, maar dan verschijnt er een man van middelbare leeftijd op het toneel die kennelijk een soort van relatie met de brommerrijder onderhoudt. De jongen blijkt althans in het bezit te zijn van zijn huissleutels die de man bij deze komt terughalen. Van een stok fietsleutels. Die wilde ik nog hele spullen hebben. Spelen, joh, fijn. Ik denk dat ik jouw bezit ben of zo, vieze homo. Dat is een homo. Hij denkt dat iemand het duim kan houden. Maar ik ben iemand die voor mij zijn opkomt, Mattie. Juist ja. Niemand gaat met mij spelen. Wat de relatie tussen de beide heren ook mag zijn, de vriendschap lijkt bij deze beëindigd. Ik heb je voor gewaarschuwd. Wat deze heren precies bindt, is ons niet helemaal duidelijk. Maar het lijkt erop dat de jongen met zijn koffers op straat staat. Zijn het uw spullen? Ik kan niet halen. Oké. Okay. Ja, ik vind het wel, maar het is ook snap niet. Yes. Nu komt de eigenaar hier naar de kennis gaan? Nee, even. Nou, blijf nu maar even wachten tot de eigenaar er is. Zie je ook niet? Ja, want daar stonden we hier tenslotte voor. En dan komt de eigenaar van de bromfiets aangereden, waarmee de jongeman kennelijk ook weer nauwe banden onderhoudt. U moet goed zijn. Klopt, hè? Hallo. Robert Raalte. Goedendag. Wij zijn van de verkeerspolitie. Ja. Heeft u de... Gevonden? Ja. Gelukkig. Ik stond eerst op Moerwijk. Ja. We dachten, we bellen maar even, want het duurt een beetje. Ja. Heeft u het kentekenwijs bij? Alles bij. Kijk, dat willen we zien. Die is voor u, ja. Alsjeblieft. Doe voorzichtig. Ja, zeker weten. Maar zorg dat er niemand rijdt op dat ding zonder rijbewijs. Nou zit het rijbewijs mee in de weg. Is dat een probleem? Nou, het rijbewijs wordt op de man uitgereikt. Hè? Dus u mag niet uw rijbewijs aan iemand anders meegeven. Dat bestaat niet. Wacht even.
Succes. Voorzichtig. Ja. En een goed weekend. Ik ben hier gewoon blij. Dus ja, nou, rustig aan. Ja? Bedankt. Dag meneer. De man kan aantonen dat hij de rechtmatige eigenaar van de bromfiets is en mag met helm zijn weg vervolgen. De jonge man heeft ondertussen het hazenpad gekozen, maar niet voordat hij op de bon is geslingerd voor het rode verkeerslicht en het rijden zonder helm. Deze overtredingen leveren hem een boete van opgeteld €160 op. Het ontbreken van een geldig brommerrijbewijs gaat via de officier van justitie. Wij wensen deze knaap nog veel succes met zijn wisselende contacten. Volgende week in Wegmisbruikers vaart deze bestuurder blind op zijn navigatiesysteem. Navigatie heeft dit niet gezegd, dat weet ik zeker. Wel, dat heeft hij gezegd. Ja? Rechtsaf en dan links in sorteren. Ik denk dat je deze cursus navigatie rijden moet kunnen doen, want ja, dat denk ik wel.